Voorzitter, de aanpak door justitie van mogelijk haatzaaiende burgers met behulp van artikel 137d, het haatzaaiartikel, heeft afzichtelijke vormen aangenomen. Ik noem mijn betoog ook maar het verdriet van artikel 137d. Aanschouw de ervaringen van de brave heer Wilders als gevolg van een verbaal belorig moment waarbij hij riep minder, minder, meer, meer. Het land in rep en roer, honderden aangegevens, ambtsdragers voorop, in kolonnes tot in de late uren geopende politiebureaus, allen hunkerend naar de bestraffende werking van artikel 137d. Inmiddels 2 helse strafprocessen zijn hem ten deel gevallen. Ook de regering laat haar tanden zien. De strafmaat van artikel 137d wordt verdubbeld naar 2 jaar gevangenisstraf. Weliswaar pure symboolpolitiek, geen rechter zit erom verlegen, nog nooit heeft de verdachte ooit een dag gezeten voor dit delict. Echter de politiek laat weten, haatzaaiers zullen ervan lusten, met artikel 137d valt niet te spotten. In dit klimaat verschijnt dat de imam Fawaz Jneid niet in een bovenzaaltje van een Haags café te midden van wetsgetrouw publiek, maar vanaf zijn spreekstoel richt hij zich tot zijn toch al naar geloofshysterie neigende volgelingen. Abu Talib is een vijand van de moslims en voert een jihad tegen de moslims. Een tekst uit de mond van een prediker die zijn verwensingen graag, met wellust zelfs, overgiet met een sadistisch sausje. Over Theo van Gogh. O God, bezorg van Gogh een ziekte die door alle bewoners van de aarde nooit kan worden genezen. Over Hirsi Ali. O God, verblindt het zicht van Ayaan Hirsi Ali. O God, verblindt haar zicht. O God, bezorg haar hersenen en kanker. O God, bezorg haar een tongkanker. Nou zou je denken, indachtig hoe artikel 137d door rechters en de regering op scherp is gesteld. Nou iemand, dat gaat jou zuur opbreken. Jouw bloeddorstige teksten ooit, in combinatie met de gevaarzettende uitspreken van nu, die komen jou duur te staan. 137d laat niet met zich spotten. Dat is andere koek dan maar wat roepen over meer, meer of minder, minder. En wat nu? Zodra er iemand in het blikveld verschijnt van het vers opgepimpte 137d, komt daar de minister en verklaart de werking ervan als krachteloos. De minister koestert weliswaar 137d, verafschuwt de uitlating van de imam, walgelijk, maar staat, zegt hij, met lege handen. 137 strafref kan hem spijtig genoeg niet helpen. Welnu, vanaf deze plek alsnog een hoopgevend bericht voor de minister. Hij kan de door hem toch wel gewenste bestraffing van de imam met behulp van 137d wel degelijk bewerkstelligen. Hij heeft zich in zijn juridische beschouwingen over de vermeend tekortschietende werking van 137d richting de imam onvoldoende gerealiseerd hoezeer dit artikel hem kan tegemoetkomen. Zijn brief van de Kamer van 28 mei getuigt van een te schroomvallige bejegening van dit wetsartikel. Artikel 137d is dat ruimere dienstverlening jegens hem in staat dan de minister in zijn bescheiden tegemoettreding van het artikel kennelijk passend om maar te vragen. De minister heeft, zo blijkt uit zijn brief, het domein van 137d hand in hand vergezeld door het OM te omzichtig benaderd. Het OM heeft daar aanbeland bij het domein, verzuimd een drietal terechte argumenten over de schutting te gooien. En daar zit de minister ook helemaal fout mee. Argument 1. De iemand heeft niet slechts een bepaald mens als doelwit gekomen, zoals de minister schrijft, maar wel degelijk zijn haat ook laten afstralen op de Partij van de Arbeid en de groep mensen waartoe de iemand zij behoren. De iemand beschrijft die groep als vijanden van de moslims, oftewel afvalligen, en zij die de moslim bestrijden. Het tweede argument, de juiste context waarin de uitlatingen bezien moeten worden. Daarbij hoort dan zeker ook, wat de minister niet noemt, de omstandigheid dat deze iemand heeft te gelden als een geheide recidivist. Hij heeft Van Gogh en Ayaan Hirsi Ali al een sinistere hellevaart toebedacht. Argument 3. De krachtige werking bij de bewijsvoering van artikel 137d van de bewijsgrond, geheten feit van algemene bekendheid. Gaat u afronden? Ik heb nog 1 pagina. Als zodanig feit kan hier gelden dat de achterband van de iemand vanwege specifieke, daar nog wel eens opspelende religieuze sentimenten zich snel verplicht acht om tot geweldgeving over te gaan. Als artikel 137c de minister en het OM op zijn erf had gadegeslagen en deze 3 bakstenen die argumenten zijn tuin had aangetroffen, was hij briesend richting iemand vertrokken. Dank de conclusie, mag het? Conclusie. De minister heeft te voorbaardig geoordeeld dat de uitlatingen van die man niet als haatzaaiend gekwalificeerd kunnen worden. En de vraag is, Is die minister bereid de volledige contextuele toetsing toe te passen bij de beoordeling van de uitlating van die iemand? Nee, meneer Hiddema, ik moet dus stoppen, want u bent lang over uw spreektijd. Mag ik van de gelegenheid gebruik maken? Ik heb een voordeelaanbieding. Dat is een uitvoerige juridische verslaggeving van mijn hand voor de fijnproever. En die wordt uitgedeeld aan ieder hier aanwezig. Dank u wel. Dan, maar ik had nog wel een vraag aan de minister. Dat kan misschien in tweede termijn. Aha. Of bij interruptie, ja, dat kan ook. Maar nee. Nee, bij interruptie eventueel straks als de minister gaat antwoorden. Dank u wel, meneer Hiddema. Dan... Op het nippertje, denk ik. Hè? Ja, nou nee, u bent echt ver overheen. Echt waar. Dank u wel. Dan ga ik nu schorsen tot 1:06. En dan gaat de minister antwoorden. Dank u wel.